Kan ik je ergens mee helpen? Oh nee hoor. Ik heb mijn hoogtevrees volledig onder controle. Oh, ik wist niet dat je hoogtevrees had. Nee, totdat ik zo'n bandje vond van Emiel Ratelband om van je fobieën af te komen. Dus ik denk even luisteren voor de lol. Maar die man, hè, die praat zo indringend over ladders en flatgebouwen, daar durf ik zelfs geen hoge hakken meer aan. Ja, maar van Ratelband krijgt iedereen fobieën. Ja, maar het werkt wel. Kijk maar, ik heb alle stappen uitgevoerd. Diep ademhalen. Ladders zijn de veiligste vorm van transport. Ladders zijn de veiligste vorm van transport. Transport? Ja, vraag me niet waarom, maar het werkt beter dan die met die vliegtuigen. Ladders zijn de veiligste vorm van transport. Ladders zijn de Nina, waarom ga je nou niet even lekker zitten? Oh, nee, dank u. Die kruk is me iets te hoog. Oh, ja, zeg maar, heb ik jou eigenlijk wel eens verteld hoe ik een keer mijn enkel heb verstuikt? Nee, maar ik moet nu echt een beetje weg. Nee, dat was in 1973, hè. En dat was de buiten, was er een barre, koude winter. Hi, Jess. Jimmy, kun jij je testosteronniveau eventjes ergens anders neutraliseren? Auw. Kijk eens, wat een leuk meisje. Nee, te makkelijk. Want? Nou, dat zie je zo. Dus een instabiel type, gescheiden ouders. Als je daar 3 minuten een beetje de filosoof tegenuit hangt, dan heb je de plat. Ja hoor, Jimmy. Oh, u twijfelt? Watch and learn. Hi, ben je hier alleen? Ja, hoezo? Mag dat niet? Jawel, maar ik bedoelde... Dat ik niet aantrekkelijk genoeg ben om iemand bij me te hebben. Nee, juist niet. Ik dacht, ik kom even babbelen en... Nou, zie ik er zo wanhopig uit? Jezus, hufte. Ik ga even naar de keuken. Hey, pst. Jij bent toch met die Jimmy, hè? Hoezo? Ben je nog iets met hem van plan? Nu, hier op de bar? Nou, ja of nee? Nee. Mooi, dus ik mag hem wel hebben. Ja, ga vooral in gang. Hey, even over de netten, het was niet zo... Nee, laat maar. Oh. Het is niet mijn eerste avond die wordt verpest. Ik ga wel terug naar mijn trieste vrijgezellenfletje in mijn eentje. Nou, ik wil je wel naar huis brengen als je eenzaam bent. Nee. Nou, wel. Als jij zo denkt van je schuldgevoel af te komen, vooruit dan maar. Nina, wat doe je nou? Nou, ik ben aan het oefenen voor polsstok hoogspringen. Nou, goed. Nou, ik zal je even helpen. Nee, dank u. Maar dat is een kleine moeite. Meneer Brouwer, het is echt niet nodig. Laat los. Nee, we hebben... Laat me nou los. Die Brouwer, blijf met je fikken van dat kind af. Wat een rietje. Ik probeer er alleen maar te helpen. Als jij niet uitkijkt, dan laat ik jou helpen. Hey, kijk uit voor die 7e tree, hè. Daar heb ik laatst mijn enkel bezeerd. Oh, maar ik kan deze enkel moeilijk 2 keer verstuiken. Ja, maar je moet wel heel voorzichtig zijn. Steun maar op mij. Non, Brouwer, achteruit. Ik leer jou een hele nieuwe betekenis van de uitdrukking ongewenste intimiteit. Hè? Ja, dat kind kan toch niet alleen de trap op? En jij straks ook niet meer. Meneer en mevrouw Brouwer, het gaat mij echt een lippen... Laat mij maar even. Dit is mijn trap en ik help Nina naar boven. Want ik heb meer kracht in mijn armen. Ach, laat me niet lachen. Kom, Nina. Met mij. Auw! Mijn enkel. Kind doet het zo zeer. Mijn andere enkel. Moet ik hieruit opmaken dat jij je wel vermaakt hebt met je nieuwe vriendinnetje? Oh yeah, ze was zo mak als een lammetje. Ja hoor, Jimmy. Fout. Ach, sukkeltje, dat was toch de oudste truc ter wereld wat zij daar deed. Ze had al lang een oogje op je. Ja, maar dat hebben alle vrouwen van beneden de 87 met een gezichtsvermogen boven de -3. Nee, jongetje. Jij bent er finaal ingestonken. Het enige wat hier stinkt is jouw jaloezie, mevrouw. Oh, ja hoor, Jimmy. Natuurlijk. Zeg maar één waarschuwing, hè.
Die pakt jou helemaal in als ze de kans krijgt. Dus als ik jou was, dan zou ik maar niet met haar naar bed gaan. Oh, wat zei ik. Je bent er flink tussen genomen, jongen. Nou, er is wel iemand genomen, maar dat was ik niet. Ja. Zo. Kijk eens, komen die jaren op de huishoudschool toch nog van pas? Ja, bedankt. Ja, zeg, Nina, kunnen wij nog iets voor je doen? Nee, Nol, jij hebt wel genoeg gedaan. Ik? Als jij je er niet mee bemoeid had, dan had jij nu een procesverbaal aan je broek gehad wegens handtastelijkheid met voorbedachte raden. Ach, Nina, je moet maar zo denken. Hij weet niet beter, hè. Dat helpt mij ook altijd weer door dezelfde donkere volgende winternacht. Oh, ja, ik denk dat ik maar weer eens ga. Zeg maar, wacht nou eens even. Waarom krijg ik nou toch altijd de schuld? Nol, mijn hele leven is jouw schuld. En ga in je eigen stoel zitten, want Nina wenst niet lastiggevallen te worden. Nee hoor, nee, blijft u maar zitten. Wat ga je doen? Ik ga weer naar boven. Wou je zo die hele lange trap op? Oh. Ik voel er bijna niks van. Ach, niks ervan. Jij blijft hier en ik ga voor jou zorgen, want jij hebt veel te veel pijn. Zie je nou wel? Ja, Jimmy is er niet hoor. Nee, ik wou met jou praten. Oh, ja, maar ik ben al laat. Ja, over Jimmy. Nou, je bent wel onverzadigbaar, zeg. Het valt me mee dat jij de mannen niet op weet nadat je ze hebt verleid. Het is heus niet alleen voor de seks. Jimmy is best bijzonder. Oh, je bent voor hem gevallen. Nou, je loopt me toch niet te blazeren, hè? Nou, ik kom hier niet om me voor paal te laten zetten, hoor. Oh, en wacht. Stop. Sorry, maar ja, door de manier waarop jij gisteravond zo... Oh, Jezus, je hebt het echt flink te pakken. Ja, nou, sorry. Ik wil hem ook niet zo laten gaan. Nou, maar... als ik iets voor je kan doen, hè? Nou ja, erachter komen. Of Jimmy ook iets voor mij voelt. Ja, hoe dan? Moet ik hem tijdens Adrex kunnen stiekem een briefje toeschuiven? Ja, maar je ziet hem elke dag. Je kunt het toch gewoon vragen? Oh, nee. Nee. No way. Als ik Jimmy naar zijn liefdesleven ga vragen, dan denkt hij dat ik jaloers ben. Ja, daar hoef je toch helemaal niet bang voor te zijn? Tenzij je natuurlijk echt jaloers bent, maar dat is toch onzin? Toch? Tuurlijk. Nee, ik wist dat ik op je kon rekenen. Oh nee, ik heb niet zo'n honger. Jawel, jij moet op krachten komen. Oh ja, nou van die doorgekookte bonen krijg ik ook niemand op krachten. Niemand dwingt jou om het op te eten, Nol. Huh? Nou, dat zeg je ook alleen maar omdat zij erbij is. Nog één woord en jij staat op het menu. En dat alleen omdat ik Nina wilde helpen. En daarbij is het mijn tafel, dus ik mag zeggen wat ik wil. Oké, stilte allemaal. Huh? Nol gaat zeggen wat hij te zeggen heeft. Nou, vooruit, Nol. We luisteren. Ja, het is mooi. Waar staat de jus? Dacht ik het niet. Hier. Held op ingegroeide teennagels. Zo, nou nog een lekker balletje gehakt voor Nina. Jawel. En jij ook een bal. Oh, jij hebt gezegd. En ik ben er ook één. Lekker. Zo. Blijf af. Nina, wat je? Nou, het ruikt heel erg lekker, maar nee, dank u. Oh. Nou, ja, je moet natuurlijk niks eten wat je niet lekker vindt, hè? Al heb ik natuurlijk wel 2 uur in de keuken staan sloven. Oh, nou, een klein scheutje dan. Tuurlijk, hè? Hier, kijk. Lekker. Goed voor je. Zo. Lekker, hè? Iets nieuws? Ja,
is een heel exclusief recept uit Parijs. Eieren met spek. Mm. Ik dacht dat je misschien iets lekkers aan het maken was voor Monique. Nee, daar ben ik al mee naar bed geweest, dus dat hoeft niet meer. Oh, Jimmy. Ga je nou echt zo met vrouwen om? Nee, geintje. Hé, hallo. Zij heeft mij versierd, dat zei je zelf. Je begrijpt er ook helemaal niks van, hè? En zo'n meisje kan heel zelfverzekerd overkomen, maar van binnen is ze gewoon ook kwetsbaar. Oh, zoals jij bedoel je. Ze is vanochtend langs geweest. Hier? Ze kwam voor mij. Nooit in de gaten gehad dat de vrouw lesbisch was. Nee, Jimmy, luister nou. Dat meisje had behoefte aan een goed gesprek en dat is met jou niet te voeren. Dat blijkt wel. Hallo, dat ligt eraan waar het over gaat. Voel je wat voor haar of niet? Waarom wil je dat weten? Omdat zij het niet durft te vragen. Oh, en toen heb jij geheel belangeloos aangeboden om te helpen. Wat mooi. Oh, ja hoor, Jimmy. Ik ben mateloos geïnteresseerd in jouw roekeloze vrijgezellenbestaantje vol puberale pornofantasietjes en internetbabes. Nou, wat is het nou, ja of nee? Zeg ik lekker niet. Jimmy? Wat? Nee, maar als je het over de duivel hebt, komt dat even mooi uit. Ik weet het zelf even lekker zeggen. Wacht even, Monique hier. Ja, wat is er? Ben je bang? Nee, luister, wacht even. Jij kan zo goed met haar praten als jij er nou even vertelt dat ik haar niet meer wil zien. Hé, bedankt, hè. Top. Och, Jimmy. Jimmy, die lijkt op. Hoi. Hey, is Jimmy thuis? Jimmy. Oh, Jimmy. Jimmy. Je is er blijkbaar niet. Of zou die in de badkamer zitten? Release me. Let me go. Cause I don't love you anymore. Didi. Da di da 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 di. Zorgen, maar ik ga nu naar mijn kamer en ik laat me niet meer tegenhouden. Moet je jezelf nou eens zien? Moet ik je nou zo helemaal alleen aan je lot overlaten? Maar kan iemand mij dan niet even naar mijn kamer dragen? Ik kan hier toch niet de hele dag blijven zitten? Moet ik even helpen? Nee, hallo. Nina is ons helemaal niet tot last. Zo. Wat zullen we nou eens voor gezellig gaan doen? Mens, erger je niet? Ik doe mijn best. Goed, nou, wat ik wilde zeggen... Dat ga ik nu zeggen. Oh jee. Huh? Je wilt het uitmaken. Was het aan dan? Oh, shit. En dan voel ik me net dat mens van Fatal Attraction. Eén keer met haar naar bed en je zit eraan vast. Tot de dood ontscheidt. Maar zo ben jij niet, toch? Nee, wees gerust. Oh. Ik heb het huis wel door waar die mannen mij willen dumpen als ik met ze naar bed ben geweest. Terwijl ik in zo'n kwetsbare fase zit. Ik ga wel weg. Nee. Dag, Jimmy. Wacht nou even. Monique, zo bedoel ik het niet. Echt niet. Nee, maar je vindt me gewoon een engert. Nee, echt niet. Geloof me nou. Meen je dat? Ja. En wat voel je dan voor mij? Een heel scala van emoties. Oh, Jimmy, je bent een schat. Wat gaan we vanavond doen?
vijf. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Hallo, dat is Nina, dat pionnetje. Nina? Oh ja, meen je dat nou? Mm. Oh ja, ik had rood, hè? Ja, hoe kon ik nou toch zo dom zijn? Ik weet wel waar jij mee bezig bent. Je wil haar laten winnen, zodat ik hier arm en eenzaam achterblijf, terwijl jullie met z'n tweeën hand in hand naar het einde hobbelen. O jeetje, is het al zo laat? Riet, jij moet gooien. Je hebt meer oog voor haar dan voor mij. Ach, schijn er toch uit. We spelen hier mens, erger je niet, hè? Nina, jij moet. Nou, ik ben een beetje moe. Oh, mag ik dan voor jou gooien? Gaat uw gang. Als je maar van de pionnetje afblijft. Ja. Nou, kijk nou wat je doet met je gezeur, een 1. Zo, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik heb gewonnen. Klaar? Fijn. Dan ga ik nu slapen. Ja, natuurlijk. Maar eerst mijn revanche. Gloeiende. Hoi, ben je er nog? Ja, je klinkt verbaasd. Nou, nee, ik dacht alleen dat Jimmy... Nou, Jimmy en ik hebben het echt prima naar ons zin. Ja, Jimmy? Ja, schat. Ja, schenk jij nog even bij? Natuurlijk, schat. Hey, nog bedankt, hè? Ja, ik weet niet wat je gezegd hebt, maar hij is zo mak als een lammetje. Hè? Wat? Was dat de bedoeling dan? Het werkt altijd als je iemand inschakelt die ze vertrouwen. Wat? Jezus, bitch! Pardon? En hij moet jou niet eens. Oh, maar dat komt wel. Maar je hebt mij ook misbruikt. Ja, dat kunnen wij toch wel hebben als bitches onder elkaar. Pardon? Hebben jullie het over mij? Nee, Tess ging net weg. Wie zegt dat? Ja, dat is een beetje moeilijk. Ze woont hier. Inderdaad. Jullie keken hier toch niet naar? Het is namelijk ook een horrorfilm. Oh. Tess, Jim en ik waren namelijk net... Oh, bloedrivier 3, yes! Jimmy! Hey, wat? Nou, ik krijg hier ineens een heel naar gevoel van. Ja, maar dat is allemaal net... Hier, dat zijn toch geen echte hersenen? Ja, tenzij die acteur zich natuurlijk iets te enthousiast in zijn rol heeft ingeleefd. Ik begrijp het al. Wat doe je nou? Tess probeert jou tegen mij op te zetten. Dus, nou, dan ga ik maar. Ho, wacht nou even. Tess jou tegen mij opzetten, heb ik wat gemist of zo? Ja, Jimmy, ik zal het maar bekennen. Ik heb over ons lopen nadenken. Over ons? Ja, als ik jou zo bezig zie met Monique, dan... Ja, oké, ik zal het maar gewoon zeggen. Ze heeft gelijk, ik ben een beetje jaloers. Oh ja, een beetje. Ja, maar, wat hebben we... Ga door. Ja, en wat ik nu eigenlijk wil zeggen is... Wow! Nou, wat is dit? Jimmy? Ik deed niets. Oké, ik eruit of zij eruit. Nou, je hoort het. Jimmy! Huh? Tess, hoe kun je me dit nou aandoen? Ach, dat kunnen wij toch wel van elkaar hebben als bitches onder elkaar? Nou, ik denk dat ik er maar eens in duik. Sluit jij even af? Het is al laat. Ik laat je even naar buiten. Hé, het was ontzettend gezellig. Laten we snel nog een keer doen. Tess? Is ze verdwenen? Zoals Hans Kazan uit een brandende kluis. Mooi. Oh, je begrijpt toch wel dat ik dit deed om jou van dat kring af te helpen, hè? Ja, natuurlijk! Ja, nee, dat was toch duidelijk? Kom door. Ja, nee, want ze had jou zo in de tang, die tang. Maar ik kon je gewoon niet langer zien lijden. Het was bijna zielig. Oh, je vindt me zielig. Nou, je weet wat dat betekent dan, hè? Ja hoor, Jimmy. Want als vrouwen mannen willen beschermen, nou, dan weten we wel hoe laat het is.
Precies. Ja, want dan willen we seks, seks en nog eens seks. Harde, ongegeneerde seks op de bank, op de vloer, op het aanrecht. Totdat we onszelf gutsend van het genot buiten Westen schreeuwen. Ik bedoelde eigenlijk dat we dan vrienden aan het worden zijn. Dat natuurlijk ook. Ah, oké. Okay. Ja, als je seks wil, dan... Wel, ja, nee, nou, oké, dit is klaar. Tess. Bedankt. Grap. Oh, meen je dat? Ja. Oké. Okay. Bedankt. Zullen we morgen een biljartje leggen? Afgesproken. Doen we. Jij en ik. Morgen. Op het biljart zou je bedoelen. Het programma is afgelopen, hoor. Het was gezellig, maar ik moet morgen weer heel vroeg op. Dus als iemand mij even naar boven kan dragen... Oh, nou, Nol, vooruit. Grijp je kans. Kun je ook eens een keer als vrijwilliger aanmelden? Nou, ik kijk wel uit naar de verdere avond. Zeker naar die pruilup van je moeten kijken. Oké, dit heeft lang genoeg geduurd. Ja, nou, zij is begonnen. Dat jij na 25 jaar huwelijk je handen niet kent thuishouden, dat zou ik nog als een complimentje kunnen opvatten. Alleen jammer dat je het alleen bij Nina doet. En nou ophouden, allebei! Meneer Brouwer kan er niks aan doen dat ik mijn enkels heb verstuikt. Nou, alleen mijn linker enkel dan. Maar u kunt mevrouw Brouwer best eens wat meer aandacht geven. Ah, zo. Dan hoor je het ook eens van een ander. En u moet eens ophouden meneer Brouwer altijd af te zeiken. Ik zit daar nou één dag tussen en ik word er nou al stapel me sjoggen van. Lieve mensen, hebben jullie het zelf nou niet door? Dat jullie twee hele gefrustreerde kleine mensjes zijn. Met hele zielige kleine hartjes. Maar dat jullie eigenlijk heel veel van elkaar houden. Want anders begrijp ik niet hoe jullie het ook maar één seconde bij elkaar kunnen uithouden. Rietje. Rietje, misschien ben ik wel iets pietje te lelijk tegen je geweest. Het spijt me zo. Maar een moment, wat doe je nou? Ik maak het goed, dat wil je toch? We hebben bezoeken. Oh ja, je wil liever alleen zijn. Nee, ik... Nee? Kom hier. Nee, goed. Laat het gewoon. You sit there and you go, yeah, okay, but I'm paranoid. I'm oversensitive. No, of course there's no one there. You know, of course I'm not doing that's right. Met Tess. Hey, Nina. Zeg, waar hang jij uit? Waar hang je uit? De Brouwers? Wat zijn ze dan aan het doen? Wat zijn ze aan het doen? Ja, Nol, doe nou lekker daar. Oh, Jimmy en Tess, laat mij niet alleen. Rustig. Is dat ome Nol? Oh, Rietje, nee, jawel. Ja, met tante Riet. Schiet op, ik wil hier weg. Kom hier, Nol, anders val je uit het... Ome Nol is uit bed gevallen.